Dit is een boek wat mij raakt. Follow the sun and which way the wind blows. Louis zet aan het denken. Het is complex, het is gelaagd. Het is van iemand die heeft geleefd. Mijn intentie is om heel veel mensen ermee te inspireren, sowieso. Terug te brengen naar dat wat belangrijk is om te voelen, namelijk bij liefde. Liefde voor jezelf en voor anderen. En dat die verbinding weer gemaakt kan worden. Daardoor krijg je ook meer rust in jezelf. Ontspanning. Daardoor heb je ook het gevoel van, oké, ik mag alles laten stromen zoals het is. Je noemde het inspiratie. Adem van de geest, inspiratie, maar wij zijn het steeds geweest.